Hoi, ik ben Jurgen en dit is de Apple Watch Ultra. Aangekondigd als de Apple Watch voor de mensen die net dat beetje meer nodig hebben. Hij heeft nu een langere batterijduur, dus ideaal voor de extreme sporters. Je kan er nu mee duiken, je kan er mee gaan hiken. Beeld je maar even in dat ik hier loop door de prachtige Alp of de Scandinavische wildernis. En ook voor duursporters is het een ideaal horloge. Maar ik denk dat het ook heel interessant kan zijn voor de grote techfanaat of de echte Apple-fan. Want het is tenslotte de beste Apple Watch van dit moment. Wat ik echt het chillste vind aan die Apple Watch Ultra, dat is de batterij. Die is gewoon een stuk chiller dan bij een normale Apple Watch. Hij gaat ongeveer 2 keer zo lang mee. En dat geeft je gewoon heel veel vrijheid. Natuurlijk is het heel erg persoonlijk hoe lang die precies meegaat. Dat hangt er echt heel erg vanaf wat je allemaal doet. Maar bij normaal gebruik, en dat was voor mij dan vooral de slimme functies, dus meldingen binnenkrijgen, je stappen en zo bijhouden en af en toe Apple Pay gebruiken en misschien een korte workout hier en daar, kon ik toch wel echt makkelijk de 2 dagen halen. En dat is heel relaxed, want dan heb je gewoon de tijd om je slaapdata te meten 's nachts, zonder dat je hem dan aan de oplader hoeft te doen. En dan kan je eigenlijk gewoon zelf goed het moment kiezen wanneer het voor jou uitkomt om hem op te laden, zodat je niet hoeft te stressen tussen oh, ik wil wel mijn slaapdata en dan moet ik 's ochtends maar snel opladen voordat ik wegga. Dat hoeft allemaal niet meer. Dan is er ook nog de low power mode, waardoor die nog meer batterijleven krijgt. Hij zet dan bijvoorbeeld het always on display uit en nog wat andere functies uit of beperkt, waardoor de batterij gewoon nog langer meegaat. En dan moet je denken aan toch wel zo'n bijna 4 dagen. Dus dat is echt heel erg relaxed en geeft je gewoon veel meer vrijheid om je eigen ding te doen. Laten we dan meteen kijken naar het design van de Apple Watch Ultra. En ja, het is een groot horloge. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat als je hem een tijdje draagt, dat het eigenlijk wel meevalt hoe groot dat nou echt aanvoelt. Het is niet alsof het voelt alsof je een mega computerscherm om je arm hebt. Ik heb niet de meest grote polsen, maar het past gewoon prima. En gaat ook nog steeds onder je mouw. Dus het valt eigenlijk wel mee hoeveel het opvalt dat je een groter scherm hebt. Het design is wel echt een stukje anders dan de andere Apple Watches. We hebben niet meer dat scherm dat een beetje bol doorloopt over de rand. In plaats daarvan staan de randen nu omhoog en daardoor is het scherm ook wat beter beschermd. Aan de zijkant waar de knoppen zitten steekt ook een stukje uit als extra bescherming. En sowieso is de hele kast gemaakt van titanium, dus het is gewoon lekker sterk en stevig. En ik vind ook echt wel een beetje dat uiterlijk hebben, een beetje dat stoere uiterlijk. Dan zit er een extra knop op, namelijk de Action button. En daar kan je zelf instellen wat die precies doet. Bijvoorbeeld het menu openen waar al je workouts in staan. Maar ook bijvoorbeeld als jij bijna elke dag hard loopt of zo, kan je gewoon dat instellen dat hij dat meteen opent, zodat je niet meer het menu in hoeft. En dan tijdens het sporten doet hij een aantal verschillende dingen. Bijvoorbeeld een segment aangeven. Bijvoorbeeld als je hetzelfde rondje doet en je wilt elke keer kunnen aangeven, oké, 1 rondje gedaan, segment, en door naar de volgende, dan kan dat. Maar ook bijvoorbeeld als je triathlon doet, kan je makkelijk met die knop wisselen naar de volgende sport. Dan is het natuurlijk nog steeds een Apple Watch met een bandje en je hebt de keuze tussen een aantal verschillende en je kan ze nog net zo makkelijk loshalen en eventueel dus verwisselen. Natuurlijk is het ook een hartstikke goed sporthorloge. Je kan er alle dingen mee doen die je verwacht van een Apple Watch. Je kan gewoon je stappen bijhouden. Je hebt sowieso natuurlijk je fitnessringen, zodat je elke dag gemotiveerd wordt om je doelen te behalen. En je hebt hartstikke veel sportprofielen, zodat je elke workout kan bijhouden als je dat wil. En dankzij het langere batterijleven hoef je ook niet zoveel zorgen te maken dat je batterij het niet gaat volhouden. En dan zijn er nog een aantal dingen echt nieuw of verbeterd aan de Apple Watch Ultra. Je kunt er nu mee duiken. Dat heb ik helaas niet zelf kunnen testen. Maar hij is waterdicht tot 100 meter diep. En je kan instellen dat er automatisch een app opent als je onder water komt. En voor de echte recreatieve duikers kan je nog een speciale app installeren, Oceanic Plus. En dan maakt het echt een duikcomputer van je horloge tot 40 meter diep. En ik kan me goed voorstellen dat het voor duikers ideaal is dat je niet meer hoeft te wisselen van je normale horloge of smartwatch naar een duikhorloge en dan weer terug. Maar dat je 1 apparaat hebt die dat gewoon allemaal voor je doet. Ook voor duursporters ideaal, natuurlijk door die langere batterijduur, waardoor je geen zorgen hoeft te maken dat hij niet heel je workout kan bijhouden. En ook door de verbeterde GPS, zeker als je vaak op plekken sport waar GPS wat lastiger is, bijvoorbeeld diep in het bos of juist in de stad, is het fijn dat hij nauwkeuriger is en je data dus ook betrouwbaarder.
En tenslotte ook ideaal voor de backpackers of hikers. Natuurlijk weer vanwege die batterij, maar dat heb ik al vaak genoeg gezegd. Maar ook omdat het kompas nu verbeterd is. Hij kan namelijk precies bijhouden waar je bent geweest. En dat is natuurlijk fijn. Dan weet je zeker dat je altijd je weg terug gaat vinden. Ook als je geen verbinding meer hebt. En je kan nu ook punten toevoegen. Dus bijvoorbeeld waar je auto is geparkeerd. Of als je ook echt in de wildernis gaat kamperen. Waar je basiskamp is, zodat je dat ook allemaal weet terug te vinden. En het is natuurlijk nog steeds een echte smartwatch, dus een verlengstuk van je iPhone. En je hebt alle functies die je gewend bent van Apple Watches. Dus je krijgt alle meldingen erop binnen die je wilt. Je kan er al apps op installeren. Je kan gebruik maken van Apple Pay in je wallet om te betalen. En je hebt natuurlijk de optie om een eSIM in te doen, als je provider dat toelaat. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je alle verbinding op je watch zelf hebt. En dan kan je je iPhone dus eigenlijk helemaal thuis laten en alleen met je horloge op pad gaan. Dat alles bij elkaar maakt de Apple Watch Ultra gewoon echt een heel erg compleet horloge. Zeker voor die sporters zoals duikers, fanatieke hardlopers en backpackers die echt gebruik kunnen maken van al die nieuwe functies. Maar ik denk ook ideaal voor gewoon de mensen die langere batterijduur gewoon echt super fijn vinden. Zoals ik zelf. En daar natuurlijk ook dat extra geld voor over hebben. Heb je die functies nou niet per se nodig en vind je de batterij niet zo belangrijk, dan is misschien juist de Series 8 of zelfs de Apple Watch SE een betere keuze voor jou. Daar heb ik ook research van gemaakt, die zie je op ons kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video en dan zie ik je hopelijk weer de volgende keer. Doei!